Vandaag in Wegmisbruikers duldt deze hardrijder geen commentaar. Zit er alleen momenten in. Hoe oud ben je? 40. Ga je nou dit soort vragen stellen? Stop. Dan ben ik klaar. Dan zijn we klaar. Dan zit er geen leermoment in. Waarschuwt deze Porsche-rijder voor een lasercontrole op het viaduct? En dan gaat u weer de rem. Kijk, hierboven staat hij. Ja, omdat ik wel jullie eigenlijk wilde waarschuwen dat daar een politieauto aan kwam. Nou, bedankt. Bedankt dat u ons wil waarschuwen. En is deze jongeman rechtdoor de plomp ingereden? Wat heb je gedaan? Ik denk te laat geremd of... Moet je even uitleggen dan, want... Dan moet je even uitstappen en even uitleggen, want dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hij ligt helemaal kopje onder. Op de motor ben je kwetsbaarder dan in de auto, want je wordt niet beschermd door kooiconstructies, airbags en kreukelzones. Het is dan ook zaak om je behoedzaam door het verkeer te bewegen en goed te anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers. De bestuurder van deze Triumph Tiger heeft net een rot gesprek gehad en wil zo snel mogelijk naar huis. En daarom hoekt hij zijn motor links en rechts over de snelweg, zoals we zien bij Voorburg op de Rijksweg A12. Sofjan de Paul en Henry worden over de doorgetrokken streep ingehaald door de bestuurder van een Triumph. Ergens inhalen. En dat is niet het enige waar deze motorrijder zich schuldig aan maakt, want hij houdt zich ook niet aan de snelheid. Wil jij een meting doen? Hallo. Hij zit nou 102, hè? Ja, de matrix zijn nog 77. Ja. Kom maar. 105. En dan maakt de motormuis een merkwaardige move. Zo dan. Ja, dat... Wat tripleren. Kijk, gewoon het rest inhalen met 100. Ik denk dat hij nu ook al een bekeuring verdient. Ja, hij gaat er weer rechts voorbij. Zeg maar even wat aan, anders kom ik er nooit bij. De sirene moet eraan te pas komen om de motorrijder een volgteken te geven. Doe maar. En we hebben hem. Hij komt naar jouw kant. Goedendag, meneer. Goedendag. Mijn naam is De Bruin, politie Haagland, bureau verkeer. Hallo. De reden waarom wij u staande houden is dat wij u oppakten op de A12 ter hoogte van de flyovers, oftewel het Prins Klausplein. Daar pakt u een doorgetrokken streep. Het was ook net aan, maar u pakte hem wel. Oké, dat was dan. Vervolgens rijden we achter u aan en haalt u rechts in, meerdere keren, tot deze kant. Alleen de snelheid waar het mee gepaard gaat, dat is levensgevaarlijk. Dat zeg ik al nu al. U haalt gewoon rechts, links in met 100... Heel bekend is het laatste stuk. 105, 106 kilometer, zelfs nog harder. Maar het laatste stuk, ik vertrouwde jullie niet. Okay. En dat was niks van mij met de politie, want ik zag jullie niet. Ja. Maar ik vond jullie heel eng doen. Ja. En dat laatste stuk was meer dan ik hoopte. Nou. Maar we gaan even terug naar het eerste stuk, want ja. Dat is het verhaal. Ik nodig je uit om even de beelden te bekijken. Boven, verkeersplitsen. Het maakt enigszins een gehaaste indruk, dat klopt? Ja, ik had net een heel rot gesprek. Oké. Ik hoop snel thuis te zijn om er even vanaf te komen. Oké, het begint hier een doorgetrokken streep, zoals u kunt zien. Kijk, en dan komt u mij inhalen. Over die doorgetrokken streep. Dan denk ik van ja, als u nou even het geduld heeft om achter ons te blijven, dan kunt u gewoon zoals wij dezelfde rijstrook blijven volgen. En dan ziet u al de matrixborden beginnen al aan te gaan op 90 km per uur. Dat is de maximum snelheid. En dit is onze snelheid. Dit is een geëikte snelheid. En ik loop niet op u in. Maar u weet ook dat er op dat ogenblik waren een aantal auto's die allemaal even hard gingen. Oké, maar als u allemaal de sloot in rijden, doet u dat ook niet, denk ik. Dan doe ik het niet, nee. Maar met de snelheid is dat wat anders. Hè? Dan rijden we met z'n allen met het verkeer mee. Oké, dan gaan we naar 70 km per uur. Ja, maar u blijft dezelfde snelheid handhaven. En dan kunt u zeggen, ja, de rest doet het ook, dus ik doe het ook. Ja, dat is wel een beetje het argument dat ik daar heb. Ja, ik rijd met een aantal auto's mee. Ja. En op een gegeven ogenblik. Maar u kunt ook uit de rest gaan rijden en gewoon de maximum snelheid aanhouden? Nee, tuurlijk. Ja, dat is dan als motorrijder ben je dan altijd net wat gehaaster. Ja, ja dat blijkt ook wel. Want u gaat rest of erbij met snelheden. Dat ik denk van ja, moet u dat wel willen? Ook voor uw eigen veiligheid. Heeft u nog vragen over de beelden? Nee hoor. Nee? Oké. U krijgt een beschikking, een kennisgeving van beschikking voor het rechts inhalen.
De andere feiten die u heeft gezien, daar geef ik u een waarschuwing voor. Dank u wel. Ja? Nou, de gevaarzetting vind ik wel dermate dat u van rijstrook 3 naar rijstrook 1 af en toe zo de motor hoekte en daarbij inhaalde dat het gevaarlijkste is. En daar krijgt u ook een bekeuring voor. De bekeuring bedraagt 160 euro. Daar komt nog 6 euro administratiekosten bij. Die staan hier niet op vermeld, maar wel op de acceptgiro die u thuis krijgt. Op de achterkant staat hoe u hem betaalbaar kunt, of, hoe u hem betaalbaar kunt stellen. Op ja, de achterkant het is een leasemotor, dus ja. Het loopt ook okay. Iets anders. Ja. Maar ik heb het gevoel dat ik okay. Het niet mag klagen. Dus. Oké, okay. Nee. Heeft u nog vragen? Nee hoor. Nee? Wens ik u ondanks dat prettige reis. Ja, hetzelfde. Deze motorrijder mag in zijn handjes knijpen, want met alleen een bekeuring van 160 euro voor het rechts inhalen komt hij heel goed weg. Van Haaglanden gaan we naar de regio Drenthe bij Emmen op de N391. Surveillanten Dick en Fred hebben de bestuurder van een Audi A3 in het vizier die mobiel zit te bellen achter het stuur. Nu niet meer? Of wel? Nee, nu niet meer. Nou, dan meenemen? Ja. Hij staat op volgen. Goedemorgen meneer. De reden dat wij u aan de kant zetten is dat u aan het bellen was. Ja. Niet hands-free. Nee, klopt. En dat mag niet. Nee. Dat houdt in een procesverbaal. Ja. Mag ik even uw rij- en kentekenbewijs zien? Heeft u nog een verklaring waarom u niet hands-free aan het bellen was? De verklaring is dat het een reflex is als je gebeld wordt dat je opneemt en dan ontstaat er een gesprek. Maar dat... Ah goed, u wist dat u een overtreding was? Ik ben er bang voor van wel, ja. Okay. Mag ik even de gsm van u zien? Ja, Nokia. Ja, dank u wel. Normaal gesproken, geen identiteitsbewijs of geen rij- en kentekenbewijs bij is ook een... het is overtreding natuurlijk, is ook procesverbaal. Ja. We houden het daarbij bij een waarschuwing. Nou, geweldig. U krijgt hem voor het niet handsfree bellen. Dan halen we ook niet het onderste uit de kan en u weet waar u aan toe bent. Ja. Ik zou zeggen, zorg in ieder geval dat u dat de volgende keer ook bij u heeft. Ja. Want met name bij ongevallen en dergelijke, nou, er komen ook nog wel eens een keertje mensen die geen spullen bij zich hebben. Dat is vaak heel moeilijk. Ja. Weet je wel, van, met wie heb ik nou te maken? Ja. Los ervan, we moeten kunnen controleren of u het bent. Ja. Doe je voordeel ermee. Ja. Ja? U krijgt vanzelf een acceptgirokaart thuis. Oh, ik zie dat het... Want nee, ik heb staat namelijk, ja, het is... Ik heb namelijk kort geleden ook een gehad. Ja. Maar die hebben we nog nooit ontvangen. Nou, daar kunt u misschien niet zoveel mee. Ja, misschien hebben ze bij het CVJ ook vakantie. Ja, okay. Tot wat later komt. Maar meestal is dat binnen een paar weken geregeld. Ja. En dat was ook voor niet handsfree bellen? Nee, dat was een snelheidsovertreding, geloof ik. Ja. Ja. Ja? Maar misschien dat het via de leasemaatschappij naartoe komt. Ja, dat zou kunnen. Dat, dan hebben ze ook geen directe naam natuurlijk. Moeten ze dat eerst weer opvragen. Goed. Okay. Ja? Nou, excuus. Ja, dat maakt niet uit. Het zijn overtredingen. Ja? Ja? Oké. Okay. Dames en heren. Succes. Hè? Het CJIB kennende kun je erop rekenen dat de bekeuring vanzelf een keer op de mat valt. De boete voor het handheld bellen bedraagt 160 euro. Van Drenthe zakken we af naar de regio Gelderland Midden in Arnhem op de IJsseloordweg. Surveillanten Erwin en Marcel zitten achter de bestuurder van een Volvo Cross Country die zich niet aan de maximumsnelheid houdt. Maar hij loopt nog wel. Ja, hij loopt. De trajectmeting komt uit op 140 km per uur en ook binnen deze 80 zone houdt de bestuurder zich niet in. Erwin heeft een tweede meting gestart en de Volvo loopt behoorlijk uit. 28 en de 80. Ik kan iets langer door laten lopen. Doe maar af. 124 in de 80. 40 draait, hè? 40 draait. We hebben een aanstaan, we beginnen met aanspreken. Heer, goedemiddag. Wil u ons even volgen? Linksaf. Esselink is mijn naam, politie Gelderland-Midden, videosurveillance. Excuus. We hebben wat beelden van u. We hebben enige tijd met u meegereden. Dan praat ik over de snelheid. Onderlinge afstand houden en onnodig links rijden. Mijn collega wil u graag even de beelden zien. Voor de snelheid, daar waar u 80 mag, rijdt u 124 km per uur gemiddeld. En voor die snelheid, daar krijgt u een keuring voor. En het overige zou mijn collega u graag de beelden even willen laten zien. Dan kan u gelijk de meting zien hoe we dat gedaan hebben in de 80 km. Hey. Dag hier. Okay. Marcel, de Jong. En dan zit u daar ginds. Nu rijdt harder dan wij. Dan valt dus op dat u alleen maar links rijdt, het hele stuk. Ben je links, ben je rechts geweest? En ja, als u toch ruimte zat, het hele stuk hier. Okay. Onnodig links. Okay. En dan denk je eindelijk van, ja, moeten we hem hier nog wel opschrijven? Ja, eigenlijk zou je daarvoor moeten opschrijven. Onnodig links rijden, te hard rijden,
Ja, of hij gaat nog meer doen. Nou, dan zien we ook de snelheid weer wat oplopen. Dan kennen wij ter plekke de weg. Dus we weten ook dat het verder op 80 is. Nou, u blijft gewoon 130 doorkachelen. Metertje weer gestart. En die komt dan gemiddeld op 124 km per uur. Ja, maar de snelheid wordt minder, hè? Nee? Gemiddeld komt hij op 124 km per uur. En hij mag daar 80. En in het hele verhaal zit er een paar waarschuwingen in. En hier krijgt u de bekeuring voor. Zit er een leermoment in? Wat denk je nou zelf? Wil je nou echt eerlijk antwoord? Ja, wil je nog meer bonden dan? Ja, kom op, zeg. Hey. Ja, wat helpt dan wel? Ja, maar dit is toch een loos dreigement voor nou, doe? Ja, maar dat doe ik niet. Bonden. Dat doe ik ook niet. Ja, dat slaat toch net. Nee, maar u vraagt het mij. U vraagt het mij op dezelfde manier. Wat is het leeftijdsverschil? Ongeveer gelijk, denk ik. Hoe oud ben je? 40. Ja. En u? Iets meer. Iets meer? Ja, ga je nou dit soort vragen stellen? Zo. Dan ben ik klaar. Dan zijn we klaar. Dan zit er geen leermoment in. Dat is voor jou een vraag, voor mij een weet. Goed? Zal ik daarop houden? Dus ik heb het nu verpest met u? Nee, je hebt het niet verpest. Jij moet je werk doen. Ik heb de verkeerde vraag gesteld. Nee. Jij moet je werk doen. Nou, dat die verkeerde vraag, dat is inderdaad zo. Dat klopt. Ik wil ook wel op de stoel gaan zitten, maar u hier zit nog in mijn uitleg. Dat hoeft niet. Jij weet precies wat ik bedoel. We zijn klaar. Ja? Nee. Nogmaals, wel die vraag dan. Ja, dat is goed. Ja? Dank je wel. Deze weer voor u. De keuring is... wordt bepaald door justitie. Een paar maandjes krijgt u bericht. Wij doen tot 30, dat is ongeveer €200, dus zal daar wel overheen gaan. Ja, bedankt. Goed gesprek. Fijne dag. Succes. Zal lukken, denk ik. De bekeuring voor de snelheid loopt via de officier van justitie en zal naar verwachting enkele honderden euro's bedragen. Straks waarschuwt deze Porsche-rijder voor een lasercontrole op het viaduct. En dan gaat u weer de rem. Kijk, hierboven staat hij. Ja, omdat ik wel, jullie eigenlijk wilde waarschuwen dat daar een politieauto aan kwam. Nou, bedankt. Bedankt dat u ons wil waarschuwen. Straks houdt deze bestuurder er een allesbehalve sexy rijstijl op na. Dat? Twee bonnen. Zonde. Ja? I'm too sexy. Ja. Maar ja, ik ben toch je type niet. Nee, gelukkig niet. Huh? Huh? Ik ben niet opblaasbaar, toch? De overheid werkt sinds jaar en dag aan de verbreding van de A2. Bij Eindhoven heeft dat geleid tot een splinternieuwe parallelbaan... waar een maximumsnelheid van 80 km per uur geldt. Maar veel bestuurders hebben moeite om zich aan deze limiet te houden... en daarom wordt daar streng gecontroleerd. En dat kan ertoe leiden dat je enerzijds de videowagen achter je aan hebt... en anderzijds door een lasercontrole wordt gemeten. En wat er dan gebeurt, zien we bij Eindhoven op de ringweg N2. Surveillante Jos en Ger worden ingehaald door de bestuurder van een Porsche. Kijk dan. Ze moeten iets natuurlijk hier, maar... Ik zal heel eventjes met onze Porsche meneer meegaan. Kijken of we hem kunnen, lezen. Hè? Deze Porsche-rijder trapt op het verkeerde moment zijn gaspedaal in... want hij heeft niet alleen de videowagen achter zich... op het viaduct wordt ook gelaserd. Is het klaar? Ja. Oké, dan druk ik hem af. Even kijken wat het is. Ja, we hebben hem al doorgegeven. Hoeveel heeft hij? 139. Ook het KLPD heeft de bestuurder blijkbaar gemeten, want er rijdt al een wagen voor de Porsche om een volgteken te geven. Maar Ger is net ietsje sneller en zet de bestuurder aan de kant. Goedendag meneer, dit is mevrouw van Zuid-Oost. Ik had graag rijden, kent tegenwijs meneer. Kom even naar de andere kant van de auto. Ik dacht dat u me uitdaagde op die weg. Ik denk, Jezus Christus, dan rijdt u me nog voorbij en dan komt politie aan. Maar goed, u was zelf politie. Nou... U kwam ons voorbij gereden, hoor. Ja, in het begin wel, maar toen dat hij zo hard erachteraan. Ik denk, ik dacht maar uit, ik denk, ga nog harder. Nee. Maar goed, excuus. Ja, het is mijn eigen... Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen ding. Wat wilt u hebben? Het rijbewijs had ik graag van Bas. En het kentekenbewijs had u ook bij de hand? Ja, dankjewel, moment. Ja, dan had hij maar 148, dus je mag blij zijn. Ja, ik mag heel blij zijn. Nou, zij stonden met een laser, maar wij hebben een gemiddelde snelheidsmeting van u gedaan. En dan komen we nog uit op 139. Ja, ik vind. Dus nog 59 km overschrijding. Meters zijn inderdaad niet goed gepakt, klaar. Dan gaat de correctie af, dat betekent wel dat uw rijbewijs ingevorderd gaat worden. Dus...
Ja, wij hebben een stempje van. Ja, dat je niet meer mag rijden. Hm? Ja. Ja. Oké. Als je even met me meeloopt naar de auto, mijn collega die heeft er wat beelden van gemaakt. Op het moment dat wij hier de meter beginnen te lopen, dan wordt de snelheid opgenomen. Maar reed ik dus gemiddeld harder dan 50 km hard, zei je? Ja, hier begint hij te lopen. Dit is onze snelheid. En hier loopt u dus gewoon uit, hè? Dat ziet u wel, hè? Ja, maar toen... ik snap maar als het is de eigen schoon en fout, dan kan ik niks van zeggen. Ik dacht dat u denkt van, ja, die wagen die wil ook hard rijden. Ik zal het laten zien dat ik harder kan. Nou. Kijk, hier rijden we 148. Ja. En daar wordt u op dit moment gelezerd. En dan gaat u weer de rem. Kijk, hierboven staat hij. Ja, omdat ik wel jullie eigenlijk wilde waarschuwen dat daar een politieauto aan kwam. Nou, bedankt. Bedankt dat u ons wil waarschuwen. Maar goed, de boodschap is duidelijk. U mag daar met 80. Ze zetten er niet voor niks neer. Kijk, er worden... Ik heb in ieder geval hopelijk gezien. Geen gevaarlijke manoeuvres. Nee. Maar ja, goed. 80 of 139 gemiddeld, dat is al een heel verschil natuurlijk. Hè? Ja. Dat mag dus gewoon niet. 59 km per uur te hard. Ik had een correctie af van 5 km, dacht ik, collega. Hè? Ja. Dan blijven de 54 km per uur te hard over. Ja, goed, nu gaat u even een probleem, denk ik, want u mag niet meer rijden. Ja, terwijl ik morgen en weekend nog wel wat te doen heb. Maar goed, dan... Hoe gaat u het oplossen? Dan ga ik het anders oplossen. Dan mag de auto ook niet weggezet worden door een van u dan, hier om de hoek. Omdat mijn moeder woont om de hoek, kan dat ook niet. Oh, dat is geen probleem. Ja. Waar is het ergens? Ja, hier de straat uit en dan 500 meter van de keer straat weg. Dan staat hij in ieder geval veilig. Collega's eventjes bezig, blijf maar even zitten hoor. Wat mag ik voor verklaring noteren? Meneer Van Gilders, u hoeft geen antwoord te geven. Ja, ik kan wel weer een verklaring geven, maar dat is gewoon wegrijden van jullie. Terwijl het niet helemaal niet de bedoeling is. Ja, jonge hart, zullen we maar zeggen dan. Ja. Nee, ik kan daar geen... het is natuurlijk gewoon niet goed te praten in essentie. Dus liever geen verklaring dan dat. Oké. Maar laat u niet opnaaien eraan de weg gebruiken. Ja, dat is begrepen. Alsjeblieft. Kentekenbewijs. Alleen rijbewijs krijgt u niet terug, maar dat had u wel. Oké. Nee, dat hoef ik niet. Ja, oké, dankjewel. De surveillanten zijn bereid om de bestuurder tegemoet te komen door de Porsche bij zijn moeder te parkeren. De officier van justitie bepaalt hoe lang de man zijn rijbewijs kwijt is. We blijven in het zuiden en gaan naar de regio Midden- en West-Brabant bij Steenbergen op de N257. Surveillanten Mark en Remco zien hoe de bestuurder van een bromfiets maar liefst 2 kinderen achterop vervoert. De kleinste van het stel draagt een fietshelm, maar die is natuurlijk niet geschikt voor op de brommer. Alle reden om een praatje aan te knopen. Kindje met een fietshelm op. Goeiedag. Mag daar een politie? Hoi. Het rijbewijs, heeft ze daarbij? Nee, ik heb niet. Vind je dit nou verstandig? Nee, maar zij was daar alleen en misschien zij even thuis afzetten, want ik kon haar niet laten lopen natuurlijk. Nee, oké, maar misschien kan je beter wel lopen met z'n drieën. Oké. Dus levensgevaarlijk als er iets gebeurt, want ze hebben ook kunnen... Geen goede helm op? Nee, dat maakt. Heb je wel iets bij waar je naam staat? Nee, helemaal niet. We kennen al mijn moeder bellen. Zet hem maar even aan de kant staan, iets veiliger. En waar moet je nou naartoe? Ja, hier aan de hoek. Ik ga nog even lopen dan. Ja, dat snap ik. En dit is je dochter of is ze? Nee. Gewoon Vriendin. Vriendin. Oké. Okay. Krijgt hij in ieder geval wel een bekeuring dat je zo rijdt voor de zitplaats, want dat kan niet op zo'n manier vervoeren. Dat is echt levensgevaarlijk. Moment. Ja. In andere landen is het misschien gebruikelijk om meerdere personen op de bromfiets te vervoeren, maar in Nederland is maar 1 passagier toegestaan. En dan graag voorzien van een deugdelijke valhelm. Hoe oud is die kleinste? Bijna 10. En dat is in ieder geval oud genoeg om achterop de bromfiets te zitten. Maar 2 passagiers zijn helaas iets te veel van het goede. Het is een bekeuring van €60. Val me mee. Ja, doe het niet meer op deze manier. Want nee. Je bent wel verantwoordelijk als bestuurder, hè? Ja, dat is waar. Komt er €6 administratiekosten bij, dan zit €60 er nog. En dan krijg ik gewoon thuis. Krijg je gewoon thuis gestuurd, dus als je erop afwacht, dan... Ze mag alleen ook niet achterop als ze een helm op hebt dan. Ja, maar niet een helmpje wat ze op had. Nee, maar gewoon een normale helm. Dan mag ze achterop, ja. Oké, is goed. Maar niet met z'n drieën? Nee, oké. Okay. Ja? Oké. Fijne avond nog. Hoi. De jongste passagier is in de tussentijd al opgehaald, dus kan de reis zonder problemen worden vervolgd. De bekeuring bedraagt €60.
Koos, de vrouw die we net zagen vervoerde twee kinderen achter op de bromfiets. Maar ik weet niet of je wel eens in Azië bent geweest, maar daar gaan hele families samen op de brommer. Ja, dat is in Azië zo. En ook in de Dominicaanse Republiek, daar ben ik zelf geweest. Daar worden die bromfiets met zo'n buddy zit als taxi gebruikt. Daar zitten ze vaak met z'n drie op. En de bestuurder draagt dan geen helm, maar een muts. Omdat hij ooit heeft uitgevonden dat het veel veiliger is. Als je een muts van 6 hoog naar beneden gooit, blijft hij heel. En als je een helm van 6 hoog naar beneden gooit, dan is hij kapot. Maar ik vind het geen veilige manier van vervoeren. Maar maakt het nou uit of je die twee kinderen achterop hebt of eentje tussen je stuur en je zadel? Of is het eigenlijk altijd verboden? Nee, passagiers op een bromfiets moeten op een daarvoor bestemde zitplaats zitten. Hoe is het vervoer van kinderen op de bromfiets eigenlijk geregeld? Wat mag wel en wat mag niet? En is er een minimumleeftijd? Het is zo dat op een bromfiets moet je dus altijd op een bestemde zitplaats zitten. En kinderen beneden de 8 jaar, die moeten voldoende steun hebben voor handen, rug en voeten. En uiteraard ook een helm dragen. Als je kinderen in de auto vervoert, moeten ze een speciaal zitje of ze moeten een stoelverhogertje hebben. Waarom is er hiervoor geen regel voor brom- of snorfietsers? Nou, de regel gaat op dit moment niet verder dan dat er voldoende steun moet zijn voor handen, rug en voeten. En uiteraard staat er ook in de wet dat je een helm moet dragen. En het is zo, als je een kind beneden 12 jaar vervoert, dan is ook de bestuurder aansprakelijk voor het feit dat het kind geen helm draagt. In andere gevallen krijgt de passagier een bekeuring, maar beneden de 12 jaar is dus de bestuurder ook aansprakelijk. En die moet dan ervoor zorgen dat het kind een goede helm draagt en niet zoals in dit geval een plastic gevalletje wat helemaal niks tegenhoudt. Zeg nou zelf, daar gaat niets boven de kookkunsten van je eigen moeder. En dat geldt natuurlijk helemaal als ze die overheerlijke sudderlapjes met rode kool en puree serveert. Deze golfrijder kan kennelijk niet wachten, want hij scheurt nog net niet met 2 wielen door de bocht en maakt zich schuldig aan diverse overtredingen. Maar toch zal zijn moeder liever zien dat hij heelhuids thuis komt, zoals ze zien in Arnhem op de ingenieur Molsweg. Surveillanten Marcel en Erwin worden rechts ingehaald door de bestuurder van een Volkswagen Golf die de vaart er stevig in heeft zitten en die met 2 wielen over de doorgetrokken streep gaat. En even verderop wordt het allemaal niet veel beter, want de golfrijder hoekt zijn auto zonder richting aan te geven door de bocht en overschrijdt opnieuw een doorgetrokken streep. En na de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom lijkt hij zich ook al niet te houden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26. Wil je wat mee? 1, 9, 0, 9. Goeiedag. Hesselink is mijn naam, politie Geldermidden. Goedendag, video surveillance. Allereerst, u draagt geen autogordel. Klopt. Dan gaat u inhalen op een plek waar het niet hoort. Ja, mag je toch inhalen? Daar is nog een invoerstrook. Ja, daar mag u voor de beleiding mag u nog inhalen. Ja, was dat voor de beleiding, ging ja? Ik eroverheen. Oké, okay, nou, die beelden wil ik u graag even laten zien. Dat was mijn collega. En dan slaat u rechtsaf, geeft u geen richting aan. Dat klopt. Ja. Een klein beetje haast. Ja, van waar dan? Voor het eten op tijd komen bij mijn moeder hier. U krijgt een bekeuring voor de inhaalactie en voor het niet dragen van de autogordel. Als u de inhaal met betrekking tot de inhaalactie het een en ander wil zien, dan nodig ik u uit even rechts plaats te nemen. Ja, goed, kijk, ik weet dat ik te hard rijd, maar volgens mij ging voor de lijn toch wel nou, echt... Dan zeg ik, ga even zitten. U moet toch het een en ander noteren. Hoi, Marcel de Jong ben ik. Ja, weet je, dus ik zag jullie inderdaad achter mij aankomen. Ja. Ik denk, ja, en ik ben zelf zoiets, ik geef het ook wel zoiets. Ja? Dan geef je makkelijk gas. Nou ja, goed, ik had ook haast, dus ja, dan doe je dat. Shit. Wat gebeurt hier? Dus net onder de brug door van de plei, hè? Oké, okay, ja. Ik was helemaal niet met je bezig, maar... Dat klopt. Ik kom je rechts langs me opzetten. Wop. Nou, goed. Ja, dat kan. Jullie voegden pas later. Ja, klopt helemaal. Maar je trekt hem hard langs die rij en dan die bocht. Ja, zie ik op een gegeven moment toch rechts afslaan. En dan gebeurt dat niet meer dan? Mensen zich even bedenken. Dat klopt. Nou, geen richting aan. Geen gordel zien we dan. 17:25. Twee denken van, nou, die gaat er zo wel verder omheen, want jongen zeg. Nou, knap aan de hoeken. Bijna op 2 wielen. En dan daar. Ja, moet je toch wel zorgen dat je wat eerder terug bent. Ja, ik ga inderdaad iets over de lijn heen, dat klopt. Ik zie het nou dus ook. Ja, 2 bonnen. Zonde. Ja? I'm too sexy. Ja. Maar ja, ik ben toch je type niet. Nee, gelukkig niet. Huh? Huh? Ik ben niet opblaasbaar, toch? Nee, precies zo. Dat staat er ook nog ergens achterop, ja. Ja, volgens mij staat het daaronder, je kentekenplaat. Klopt. Ik heb een buurmeisje gekregen. Oh. Gekheid, hè? Altijd leuk, hè? Ja. Wat voor dan? Hoeveel gaat dat worden? 90 voor de gordel plus 6 euro administratiekosten en ik denk 160 euro voor de doorgetrokken streep. 6 euro administratiekosten. Oké.
Vind je ervan? Zonde. Ja, ik denk dat door de streep die dacht ik nog even te halen. Je ziet het ook net met de twee voorbanden dus niet. Dus dat is 90 plus 160. Doortrokstreep is op 90. Valt weer mee. Het scheelt aan ervan weer. Scheelt weer 70. Ja. Goed. 192 euro bij elkaar. Kom naar Schirotjes met een week of drie. Dus die betaald is verder klaar. Zonder geld, hè? Je spullen terug. Zonder geld. En ik hoop dat het enigszins een beetje kalm aan wil gaan doen. Ja. Dus zo'n mam ook fijn vinden. Dat je gewoon, gewoon veilig komt te eten. Het is liever denk ik dan dat je drie minuutjes later bent. Of eerder bent. Ja. Jo. Nou. Ja, tot ziens. Bedankt, zou ik me niet zeggen. Hè. Ik gewoon fijne dag. Wat jij bent, insgelijks. Deze bestuurder mag naar zijn moeder toe, maar kan wel twee acceptgiro's verwachten. De bekeuringen voor de doorgetrokken streep en de gordel bedragen beide 90 euro. Straks is deze jongeman rechtdoor de plomp ingereden. Nee, gedaan. Ik denk te laat geremd of... Moet je even uitleggen dan, want... Dan moet je even uitstappen en even uitleggen, want dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hij ligt helemaal kopje onder. Straks is deze jongeman rechtdoor de plomp ingereden. Wat heb je gedaan? Ik denk te laat geremd of... Moet je even uitleggen dan, want... Dan moet je even uitstappen en even uitleggen, want dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hij ligt helemaal kopje onder. Zoveel mogelijk rechtsrijden bevordert de doorstroming van het verkeer en is veiliger dan linksrijden, want hoe je het ook went of keert, de meeste ongevallen gebeuren op de linker rijstrook. De bestuurder van deze Mercedes moet met spoed naar Amsterdam, maar is daar niet bekend en heeft moeite om haar aandacht bij het verkeer te houden. Alle reden om op de rechte baan te blijven, zou je zeggen. Maar toch kiest ze ervoor om kilometers lang links te blijven plakken, zoals u ziet bij Delft op de Rijksweg A13. Servian de Paul en Henry zien hoe de bestuurder van deze Mercedes voortdurend op de linkerbaan blijft plakken. Is dat op 1000 meter? Hey, het kan toch. Ze hebben een datum. Dat is nog steeds recht en vrij. Maar we remmen. En dan zie je ook weer rekenen. Ik vind dat deze bestuurder wel een... keuring verdient. Als je kijkt hoe lang die onder links aan het rijden is, heb je genoeg kans gehad om naar rechts te gaan. Laten we er maar even voorbij gaan. We hebben de tijd zat voor. Dan ga je er maar op. Paul spreekt de bestuurder aan. Goedenavond. Goedenavond. Van hoeveel verkeerspitie rijbewijs had ik graag even gezien. Echt waar? Ja, graag. Ja, geweldig. Kentekenbewijs van de auto. Heeft u dat ook bij u? Nee, ik heb niks. Oké. Ik moet met spoed hier naar Amsterdam komen. Oké. De reden dat ik u aan de kant zet, is dat hij onnodig lang links blijft rijden. Ja, ik ben niet zo bekend. Als u even met me meeloopt, kan ik het u laten zien. Moet ik een boete krijgen? Laat maar. Als u even met me meeloopt, dan kan ik even alles uitleggen. Maar ik hoef niet. Ik ben zo moe. Ik ben vanaf heel vroeg daar in Amsterdam. Geloof ik, maar ik wil even duidelijk maken. Nee, ik weet het. Maar misschien dat kan. Ja, wat wil ik u gaan uitleggen dan? Dat kan. Sorry? Wat wil ik u gaan uitleggen dan? Hoe ik rijd. Oké. Okay. Neem even plaats en handel het daar even verder af. Dus moet ik er toch van mijn auto komen? Nee, ja. Maar ik ben geen camera. Dan ga ik het straks even uitleggen. Ja, maar dat is wel gewoon niet. Okay. Loopt u even mee? Nee, ik wil gewoon. Oké. Dat is u goed recht. Dan schrijf ik even de bekeuring uit voor onder langs links. Dat is goed. Ja? Ik wil niet zo onbeschoft zijn, snap je? Maar ik kom gewoon niet. Oké. Okay. Kom zo bij u terug. En nog lijkt de bestuurder het niet te begrijpen. Nou, u krijgt de bekeuring omdat u meerdere malen... over een hele lange tijd, dan wel op de eerste rij zou ik, dan wel op de tweede rij zou ik rijden. Ik heb mijn hoofd niet mee. Nee. Nee, maar u heeft ooit een rijbewijs gehaald en dan weet u dat u zoveel mogelijk rechts moet houden. Maar mijn hoofd is niet bij mij. Oké. Okay. Maar is oké. Okay. Is het dan wel verstandig als u gaat rijden, als u de hoofd er niet bij heeft? Ja, ik moet toch naar mijn huis komen, maar ik probeer nu alles goed doen. Oké. Okay. Die is voor u? 4 tot 6 weken ontvangt u een actiegirokaart. Okay. Dat is 90 euro. En er komen nog 6 euro administratiekosten bij. Ondanks dit toch een fijne dag verder. Dank je. Okay. Onnodig linksrijden blijft één van de grootste irritaties op de weg. De bekeuring bedraagt 90 euro. We gaan door naar de regio Brabant Zuidoost bij Volkel op de N264. Surveillante Jos en Ger zien een ondeugdelijke aanhanger. Volgens mij doet hij helemaal niks van een ding. Kunnen we dan de kant hebben?
Ja, dan even kijken dat hij ook nog verlichting heeft. Even kijken, daar kan het om. Hè. Dus even kijken wat hij dan, de verlichting heeft. Dat er überhaupt iets brandt, maar volgens mij niet. Maar mijn eerste indruk is toch dat hij een behoorlijke schrothoop achter het rijdt. Ja, ja, kijk de remlicht, hè? Kijk, nou toch eens even. Het alleen remlicht. Kentekenplaat niet. Nou, we gaan eens gaan kijken. De bestuurder krijgt een volgteken en Ger spreekt hem aan. Dag meneer, jongeman. Ik zou me even voorstellen, Jacob, als politie Brabant Zuidoost. Jij weet natuurlijk waarom je aan de kant moet. Ja, jij weet het al. Oké, dan geef me even een rijbewijs. Nou, leg het eens uit aan mij. Ja, ik is de auto van mijn vader. En ik zijn daar in Mil, heeft hij dat karretje staan. Ja. En hij heeft mij gevraagd om die even op te halen. En toen ik onderweg was, zei hij van, oh ja, het karretje zelf zit nog, of het kenteken zit nog op het... karretje van een vriend van mij, dus gebeld, maar die was niet thuis op dat moment. Dus toen zei ik van nou neem ik hem wel mee en dan laat ik hier meteen een kenteken bij maken. Maar ja, dat is dus net wel. Zou dat voldoende zijn als je er alleen een kenteken bij laat maken, denk je? Hoezo? Nou, volgens mij is er meer aan de hand dan alleen dat. Dat weet ik niet. Nou, doe je richting aanwijzend maar eens naar rechts uit. Wat wou je hier nou, op gaan stapelen op die aanhangwagen? Nou, dat valt er mee. Dat waren vijf gipsplaatjes. Dus... Gipsplaat, oké. Okay. Maar volgens mij... volgens mij, ik schat hem ongeveer een jaar of 20 oud. Ja, mijn opa heeft hem zelf nog gebouwd. Jouw opa? En hoe oud is jouw opa nou? Nou, mijn opa die is nu al een jaar of 10 dood. Oké. En volgens mij hebben we nog nooit andere banden opgelegd? Dat weet ik niet. Nee. Want volgens mij is hij toch wel heftig aan, aan vervanging toe, die band. Ja. Dan hebben we het aan de andere kant, zal hij niet anders zijn? Ja. Nee, het gaat erom... Kijk, je hebt geen verlichting. Het enige wat het doet, zijn je remlichten. Ja, ik zag er achter me zitten. Ik dacht van, oh, die zijn natuurlijk aan het kijken of alles werkt. Ja. Nou, dat was het enige dat het doet. Je gewone verlichting werkt niet. Je richting aanwijzen. Staan, ja, kijk, nou moet je daar toch ook knippen, of niet? Ja, de richting aanwijzen, gewone verlichting. Gewone verlichting had je net wel aanstaan en toen deed het ook niet. En vervolgens geen kentekenplaat. Dus al met al... Ja, ik denk niet dat het erg verstandig is om met dit wrak op de weg te verschijnen. Ja. Je ziet het, hè, die banden zijn helemaal, die zijn helemaal kort. Hè? Hey, maar jij krijgt van mij een verbaal voor de kentekenplaat. Ja. En dan zou ik jou toch wel ernstig willen adviseren om of niet meer met dat ding op straat te komen. Of je hangt er gewoon wat zaken op dat de zaak weer in orde is. Ja. En dat betekent dus je verlichting in orde maken en je banden in orde maken. En dan... zou het sowieso wel kunnen dat je weer mag rijden. Tijreps ken je wel, hè? Ja. Ze zijn bedoeld om elektriciteitsdraden en zo bij elkaar te houden, hè? Maar niet van bladveren. Die hangen met tijreps aan elkaar, is onderkruid. Rechterkant. Oké, ja. Ja, ik zeg al eens van mijn vader, dus ik zal het in ieder geval aan me doorgeven. Ja. Dan zou ik je toch willen adviseren om, ernstig willen adviseren om dat ding dadelijk thuis af te koppelen en niet meer te gebruiken. Ja, dus. Ja, of is het zodanig gevaarlijk, Jos, dat hij... Als hij bijna thuis is, dan kan hij hem thuis nog wel neer gaan zetten. Maar dan, ik heb al gezegd, dan, mijn advies is richting Kerkhof. Het is niet zo dat als hij dadelijk verder rijdt, hij alleen nog een trekhaak met een trekstang achteruit. Nee, en de rest achterblijft. Als je dan de twee wielen hier blijft staan. Nou, als het goed is, dan moet je nog gaan printen ook. Zo, kun je toch een mooie kentekenplaat verkopen van dat bedrag? Wat is het dan? €90. Ja. Dat is toch veel geld. Dat is niet anders. Oké, linea recta aan huis. Ding afkoppelen en niet meer ermee gaan rijden totdat of het ding technisch in orde is. Wat ik zo gezien de staat van de aanhangwagen nou ook niet direct aanbeveel, maar dat moet je zelf maar weten. Ja. Oké, houdoe. Omdat de bestuurder letterlijk om de hoek bij zijn eindbestemming is, mag hij het laatste stuk naar huis rijden. Het is echter duidelijk dat deze aanhanger rijp is voor de sloop. Koos, de bestuurder die met het zagen reed met een aanhanger die nog door zijn opa was gebouwd. Is het eigenlijk toegestaan om met een zelfgebouwde aanhanger te rijden? Moet zo'n ding niet eerst RDW gekeurd worden? Als het een aanhanger is die beneden 750 kilo is... Hè, dus het ledengewicht vermeerderd met laadvermogen minder dan 750 kilo... dan hoeft die niet gekeurd te worden. Aanhangwagens boven de 750 kilo die moeten wel gekeurd worden... en krijgen een eigen kentekenbewijs. Maar volgens mij had deze aanhanger wel zijn beste tijd gehad, toch?
Ja, het zag er erg slecht uit. Het canvas kwam door de banden. De veren zaten met tie-rips vast. De verlichting was niet in orde. Kortom, het was echt een wrak. En deze aanhanger had ook geen kentekenplaat. Hoe is dat ook weer geregeld? Nou, de kentekenplaat die is verplicht voor elke aanhanger. Alleen bij een aanhanger beneden de 750 kilo totaalgewicht... dan is het een witte plaat met het kenteken van het trekkend voertuig. En aanhangerwagens boven de 750 kilo hebben een eigen kentekenbewijs en ook een eigen kentekenplaat. Als ik de conditie van deze aanhanger goed en wel beschouw, dan vraag ik me eigenlijk af waarom er geen APK voor aanhangers is. Nou, dat is een jarenlange discussie geweest. Elke keer kwam die weer terug, moeten aanhangerwagens dan wel of niet gekeurd worden. Maar uiteindelijk heeft men toch beslist dat de baten niet opwegen tegen de kosten die dan gemaakt zouden worden. Nou, ik heb de indruk dat het onderhoud van aanhangers er vaak een beetje bij inschiet. Klopt dat beeld? Nou, je hebt mensen die doen er echt niks aan. Maar je hebt ook mensen die gewoon serieus elke keer weer nakijken of de banden goed zijn, of de reminstallatie in orde is, of de verlichting brandt en of de goede kentekenplaat erop zit. En als je met een aanhangwagen de weg op gaat, is het wel verstandig om dat soort zaken elke keer weer te controleren. We rijden mee met de regio Gelderland Midden bij Homoet op de Weteringse Wal. Surveillanten Peter en Marcel hebben een bericht van de centrale meldkamer. We rijden even naar Valburg, naar de Weteringse Wal. Er zou een auto te water zijn. We horen dan wel van de meldkamer dat het slachtoffer er al uit is. Maar ik ga vooral even kijken waarom dat zo is, dat daar iemand het water in rijdt. En of we daar misschien even kunnen helpen. Nou, is echt... Ja, dit is een typisch geval van watermanagement. Gelukkig is de bestuurder er heel huids afgekomen en zit hij bij zijn moeder in de auto. Wat heb je gedaan? Ik denk te laat geremd of onderweg gekomen. Echt waar? Ja. Nou, moet je maar even... zenuwachtig. Dan moet je even uitleggen dan, want... Dan moet je even uitstappen en even uitleggen, want dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hij ligt helemaal kopje onder. Nou, daar blijft het niet van over. Met jouzelf alles goed? Ja, maar... Beetje nat. Nee, maar vertel, waarom ben je in het water gereden? Want het is een rechte weg hier. Ja, ik reed hier gewoon 60. Ja. Ja, ik kwam hier vandaan. Daar vandaan. Ja. Ja. En ik wou hier naar links. En ik denk te laat geremd. En gleed gewoon door? Gleed gewoon recht door. Ja, een beetje grind daar. Ja. Nat wegdek. Ja. Met je oude auto, misschien niet zo'n hele goede banden meer. Ja, 37. Ja, ik had de laatste keuring gehad, dus... En net voor de APK geweest. Ja. En een nieuwe band, één nieuwe band. Ja. Oh. Kom het er niet op de telefoon, hè? Ja, dat ga je aan het geven. Jongen, nou. Het was een Opel Astra, of niet? Ja. Of hoor je? Ja, dat kan je nog net zien. Ik kan er wel om lachen, hè? Ja, maar luisteren. Het wat een keer gebeuren. Ja? Maar hoe oud is die? Hij is 21. Hij leert ervan. Kijk, en dan wat vaak zat ik zeg. Kijk, Dan doe je handen nog een beetje... Ja. Ja. Nee, dan ben je inderdaad wel geschrokken. Dan belt die mama, ik ben in de linger. Ja? Ja, ik zit er voor de politie bellen. Ja. Dus hij heeft hem gewoon binnen het grind doorgetrokken. En dan is hij hem hier kwijtgeraakt. En je hebt echt geen tijd gehad. Want de vanille ligt er nog in. Ja, die had hij net niet opgekocht. En heb je ook al geblazen dan? Nee? Ja, ik heb sowieso niet. Oh. Hij drinkt nog. Ik vijf nou, wij hebben wel zo'n ding bij ons. Zullen we hem laten blazen? Ja. We hebben ook wel in de auto liggen. Ja, weet het zeker. Als er alcohol in het spel is, dan heeft dat uiteraard de nodige consequenties voor de verzekering. En daarom moet de bestuurder ter plekke een blaastest afleggen. Ben je van prima. De jongen heeft gelukkig niet gedronken, dus houden we het voorlopig maar op jeugdige onervarenheid. En dan is er werk aan de winkel, want de sleepdienst moet kunst- en vliegwerk verrichten om de auto op het droge te krijgen. Maar deze sleper heeft kennelijk voor hetere vuren gestaan, want hij weet de Opel zonder al te veel moeite uit de vaart te trekken. De onfortuinlijke bestuurder komt met de schrik vrij en houdt aan zijn avontuur alleen een nat pak over. Van Gelderland klimmen we op naar de regio Drenthe bij Rode op de N373. Surveillanten Dick en Fred hebben een bestuurder op de korrel die zojuist mobiel zat te bellen achter het stuur. De agenten besluiten de man staande te houden. Nou, voor laten stoppen. Oh. De bestuurder krijgt een volgteken en hij lijkt daar in eerste instantie ook gehoor aan te geven. Maar zodra Dick is uitgestapt, gaat de man er vandoor. Fred gaat direct achter de Mercedesrijder aan om hem tot stoppen te dwingen. Verkeerspolitie Drenthe. Hallo. We zetten u aan de kant omdat u aan het bellen was. Ja. Ja, dat mag niet. Daar krijgt u ook een bekeuring voor. Oké, even uw rijden kentekenbewijs mag zien.
En als u de auto eerst even af wil zetten, is de uitlaat lek? Ja, een klein beetje los. Klein beetje los? Ja. Van wie is die auto? Die auto is van goed hier. Heeft u een identiteitsbewijs bij u? Ook niet. Ook niet? Nee. Dan hebben we nu een probleem. En de auto staat niet uw naam? Nee, staat mijn zoon zijn naam. Helemaal niks waar uw naam staat, bankpasjes of iets dergelijks. U heeft toch wel een portemonnee bij u, denk ik? Ja, dan komen we al een klein beetje in de buurt. Daar zit toch een rijbewijs in? Ja. Kijk, ik bedoel maar. Hey, op zoek naar Venter. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, laat nu maar even bellen, hè. Goed, ik ga even het een en ander noteren. Ogenblik. Dick trekt de gegevens na en dan blijkt de APK te zijn verlopen. Ja, dat is door ons genomen. Bedankt. Fred confronteert de bestuurder met zijn bevindingen. Waarin? De APK is ook verlopen. Oh. Maar dat wist je denk ik wel. Nou, niet bijzonder hoor. Oh. In ieder geval, nou is dat nog vrij kort. En normaal gesproken is het zo, als een APK is verlopen... En je wordt rijdend aangetroffen, dan staat daar 2 maanden voor... pas dan gaan wij verbaliseren, oftewel u krijgt een bekeuring. Maar nu is er een technisch gebrek. Er is een lekke uitlaat. Dus ik wil even kijken wat de lekkage is. Is het inderdaad wat u zegt, de klem is los en de APK is een week verlopen... dan heb ik zoiets van, dan is het voordeel schutten. Dan mag u naar de garage toe of het zelf opknappen. Maar dan wil ik even kijken waar die lekt. Kunt u de motorkap even open doen en de motor laten lopen? Ja, had jij de banden nog bekeken, Dick? Ja, dan deze die zijn. Ja, het is die flens hier. Hier is die zwart. Nou. Zet maar uit, hoor. Nou, het is inderdaad bij die flens. Daar lekt hij wat. Dat houden we bij een waarschuwing. Maak dat in orde. U krijgt een bekeuring voor het bellen, acceptgirokaart, €160. Doe dat niet weer. Nee. Het is niet voor niks dat het verboden is. Nee. Stukje veiligheid. Even kijken of ik alles heb. Ja, die is voor u, het afschrift. Oké. Okay. Uw rijbewijs. Ja, dank u wel. Goed. Dan wens ik u een prettige dag verder. Ja? Zal ik. Oké. Okay. De zaak lijkt afgedaan, maar dan valt de surveillante toch nog iets op. We zijn nog even... We zetten hem nog maar even uit. We hebben nog iets wat we willen controleren. We zien namelijk die kentekenplaten. Die zijn er op een andere manier opgezet dan dat ze eerst gezeten hebben. Klopt. Vertel eens. Dat kan ik je uitleggen. Oh. Vertel. Die voorste, daar heb ik een keer een paaltje geraakt. En dat is met die bar. Weet je, dat zo'n ding op waar die nummerplaat in zit. Ja, die houder. Juist. Die is kapot. Daarom heb ik gewoon een paar tijdrijven opzetten. Want anders zonder het nummerbord ligt me ook niet goed toe. Nee, oké. Okay. En vandoor daar... Maar achter dan? Daarachter is hetzelfde, hè? Maar daar heb ik hem zelf met een paar schroefjes weer vastgedraaid. Kijk. Nou, dan gaan we eerst even naar het VIN-nummer kijken, want dat wil ik dan toch even controleren. Weet u waar die staat, het VIN-nummer, het tegenslagen nummer? Rechts voor bij de stoel. Even kijken. Dan ik even de VIN-nummerbril op. De VIN-nummerbril. Dat is een whisky Delta Bravo 713. Bingo. Oké, okay. Goed. Wees klaar. Nou, dan zijn we nu echt klaar. Oké. Okay. Goeie reis verder. Jo, verder. Nou, oké, okay. Tot ziens. Hè. Tot ziens. Ook dat is, hè? Ja, nogmaals. Oké, okay. Aan de kentekenplaten blijkt niets te mankeren, dus blijft de bekeuring beperkt tot €160 voor het handheld bellen. Koos, de bestuurder die we net zagen, reed in de auto van zijn zoon en de APK daarvan was net 6 dagen verlopen. Maar nou is het toch de verantwoordelijkheid van de eigenaar, dus in dit geval zijn zoon. Beide zijn verantwoordelijk. De eigenaar omdat hij zijn auto laat rijden op de weg. En de bestuurder is verantwoordelijk omdat hij met de auto rijdt. Nou heeft de APK alles met veiligheid te maken. Maar de surveillanten zeiden dat je hier pas 2 maanden daarna kon worden bekeurd. Hoe zit dat precies? Nou, je kan op 2 manieren een bekeuring krijgen. Op de eerste plaats via de registervergelijking. Dat doet de Rijkdienst voor het wegverkeer. Die kijkt eenvoudig gezegd in de kaartenbak en haalt iedereen eruit waarvan het voertuig niet gekeurd is. Tweede mogelijkheid is dat je op straat door de politie wordt staande gehouden omdat je met een auto rijdt die niet tijdig gekeurd is. Maar in het geval bij de Rijkdienst voor het wegverkeer weet men dus niet of er met de auto wordt gereden of dat hij stilstaat. En de mogelijkheid bestaat dat de auto bij de garage staat omdat hij wacht op een onderdeel of dat er nog geen tijd was om te keuren. Daarvoor houdt de Rijkdienst voor het wegverkeer een marge aan van een aantal weken voordat de bekeuring wordt verstuurd. Maar op straat mag je geen meter rijden zonder dat die APK gekeurd is. Nou, deze man zijn kentekenplaat met tire rips bevestigd en de surveillanten gingen zijn VIN-nummer controleren. Wat is dat precies? Nou, VIN-nummer is eenvoudig gezegd is het voertuig identificatienummer. Dat is in het voertuig ingeslagen en dat is uniek voor dat voertuig. En waarom moest dat VIN-nummer gecontroleerd worden? Nou, aan de hand van het VIN-nummer kan je zien of het kentekenbewijs wat erbij hoort, of dat klopt met de platen die op het voertuig zitten.